Met de hakken over de sloot behaalde Kozakken Boys afgelopen zaterdag de overwinning op Noordwijk. Na wederom een onscherpe start in een thuiswedstrijd keken de Werkendammers na een kwartier al tegen het 0-2 achterstand aan. Dat is onbegrijpelijk, want ik heb van tevoren gezegd, er zijn geen makkies. Onderschatting, dat is gewoon uit en boze in de topklasse. Daar zijn de ploegen te goed voor. Dat hebben we ook vandaag weer gezien. Een ploeg die onderaan staat, of onderin staat, gewoon goed voetbalt en kracht heeft en powerantjes gewoon heel moeilijk kan maken. Ja, absoluut. Als je ziet hoe wij een wedstrijd beginnen, dat is echt, echt bizar. En maken ook hele domme keuzes die dan afgestraft worden door Noordwijk. Maar nogmaals, we hebben karakter getoond en... Eerst is een goede goal en we maken natuurlijk gelukkig al snel naar rust 2-2. En uiteindelijk word je toch nog beloond in de tweede helft. In aanloop naar de wedstrijd tegen HC Hardenberg van aanstaande zaterdag sprak Kozakken Boys TV met Leon Bot. De middenvelder van Kozakken Boys speelde de afgelopen zaterdag tegen Noordwijk zijn 101ste wedstrijd. Ja, voor de wedstrijd afgelopen zaterdag tegen Noordwijk hoorde ik ineens dat het mijn 100ste wedstrijd was tegen Barendrecht. Ja, natuurlijk een mooi aantal en ik ben er trots op dat ik zoveel wedstrijden nu al voor Kozakken Boys heb mogen spelen. Ja. Je bent inmiddels aan je vierde seizoen bezig? Ja, dat is mijn vierde seizoen en volgend jaar is alweer mijn vijfde. De tijd gaat snel. Je bent begonnen bij Sliedrecht, stap gemaakt naar LSC en volgens hier naar Kozakken Boys. Ja. Zijn er nog plannen om stappen om verder omhoog te maken? Voorlopig niet in ieder geval. Nee, we staan eerst op het hoogste amateurniveau. Ik heb het mooi stap voor stap gedaan eigenlijk. Van Sliedrecht vanaf de tweede klas ben ik naar LSC gegaan. Daar het laatste jaar van de echte hoofdklasse zeg maar, meegemaakt. Toen de mogelijkheid gekregen om hierheen te gaan. Het was in het verleden al in de A'tjes in Sliedrecht ook al had ik de mogelijkheid om hierheen te gaan. Toen heb ik het nog niet gedaan. En toen eigenlijk de derde keer dat de mogelijkheid er was, toen... Heb ik het gedaan en ik heb er geen moment spijt van. Dus ik ben blij waar ik zit. Je hebt wat last van een blessure. Daar heb je laatst onderzoek voor gehad. Hoe zit het daarmee? Ja, ik heb morgen de uitslag daarvan. Eigenlijk al een aantal maanden top ik een beetje met enkelproblemen. En het is op een punt gekomen dat het heel wat hinderlijk gaat worden tijdens het trainen en ook tijdens de wedstrijden. Ik kan niet met de vreef spelen wat gewoon lastig is met een lange bal of met schieten. En dat hindert gewoon zoveel dat ik onderzoek heb laten doen en ik heb een scan gehad. En morgen heb ik de uitslag, dus ik hoop dat ik in ieder geval wel iets meer weet morgen en hopelijk dat ik er vanaf kan komen snel. Aankomende zaterdag staat het uitduel tegen HAC Hardenberg op het programma. Vorig seizoen eindigde het duel in Hardenberg in een 1-3 overwinning voor de Werkendammers. Een vroeg doelpunt van Havar, een wonderschoon afstandsschot van Sjoerd van der Waal. Halleluja, die zit er lekker in, Sjoerd van der Waal! En een onmerkelijk kopdoelpunt van Ismail Yildirim bezorgde Kozakken Boys de 3 punten. Maar Danis is meegekomen naar voren. Want HSC speelt natuurlijk alles of niets. En dus gaat het nu 1-3 worden. Door Ismail Yildirim. En die doet dat op deze wijze. Vorig seizoen werden de Kozakken in Hardenberg gesteund door een horde aan supporters. Waarvan een groot deel met een speciale partybus naar het oosten was afgereisd. Ook dit seizoen zal deze partybus weer naar Hardenberg vertrekken. Ook de supporters van HAC staan garant voor sfeer en hebben al een aantal sfeeracties aangekondigd. Dit seizoen werd er in Werkendam met 2-4 verloren van HAC Hardenberg. Kozakken Boys kwam via Benjamin Marta nog wel vroeg op voorsprong, maar keek met de rust tegen een 1-3 achterstand aan. Na rust kwamen de gastheren nog wel terug via Yildirim, maar was het uiteindelijk Sargon Grourier die de wedstrijd compleet besliste. HAC Hardenberg had in 2013 een slechte periode waarin het 5 wedstrijden op rij verloor. Dankzij een sterke serie van 6 wedstrijden zonder verlies, waarvan 5 winstpartijen, staan de Hardenbergers inmiddels op de 3e plaats. Met slechts 5 punten achterstand op Kozakken Boys is HAC er alles aan gelegen om deze achterstand aankomende zaterdag te laten slinken. Voor Kozakken Boys daarentegen een ultieme kans om een naaste concurrent op een zijspoor te zetten. Dat is een belangrijke wedstrijd, het is gewoon een directe concurrent en je moet niet verliezen van ze. Dan hou je ze op 5 punten. Maar wij gaan nooit voor een punt naar een ploeg toe. We spelen ons vertrouwde uitwedstrijd waar we vrijwel alles winnen. Dus ja, benieuwd hoe dat daar aan toe gaat. Maar dat is wel een ploeg die echt wil voetballen ook. En daar krijgen we wat meer ruimte. Dus ik heb goede verwachtingen, waarom niet? De HAC uit is gewoon echt een van de lastigste wedstrijden misschien die er wel is. En het is voor ons eigenlijk gewoon het belangrijkste is om die niet te verliezen. Dan hou je gewoon je voorsprong op Hardenberg. En dan moet je hopen dat je de andere wat gunstige uitslagen heeft. En
zelf gewoon een goal proberen te maken. De nul is het belangrijkst. HSC zal er alles aan doen om van ons te winnen. Oké, okay, mochten wij daar winnen, dan zet je hun ook al op 8 punten. Ja, dan kan het toch wel misschien een beetje gaan leven. Maar als je verliest, dan staan er ook weer 3 of 4 ploegen om je heen. Dus zo zie je het. Elke week is het nog spannend. Zolang we zelf blijven winnen, dan hebben we altijd een goed weekend. Ja, vorig jaar was denk ik een van de mooiste wedstrijden van het seizoen daar. We wonnen met 1-3 en het publiek van beide ploegen was erg enthousiast. Dat maakte de wedstrijd heel mooi en we wonnen daar... Volgens mij besliste Ismael met een prachtige kopbal in de laatste minuut die wedstrijd. En hopelijk gaat het net als vorig jaar daar. En schudden we in ieder geval voorlopig Hardenberg ook van ons af. Het kan een droomseizoen worden. Laten we hopen dat we het zo lang mogelijk volhouden. En echt, het zou prachtig zijn als we het gewoon gaan redden. En dat is een droom, denk ik. Ik hoop dat dat uitgekomen aan het einde van het seizoen. Bij Kozakken Boys mist men aanstaande zaterdag de geschorste Danny Buis. De wedstrijd tussen HC Hardenberg en Kozakken Boys begint aanstaande zaterdag om 2:30 op Sportpark de Boshoek in Hardenberg. De supportersbus zal om 11:15 vertrekken vanaf Sportpark de Zwaaier.